Pieter Gerkens 2-2 tegen Standaard, maar het was lang geleden dat de toeschouwers nog zo goed gezind naar huis gingen. Hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat het een tijdje geleden was dat we nog zo goed voetbal gebruikt hebben, zeker de eerste helft. En dan na die rode kaart werd het redelijk moeilijk voor ons, omdat ja, Standaard ging met 10 man achter de bal spelen. En dan moet je proberen het spel van links tot rechts zo snel mogelijk te laten gaan, zodat er toch ruimte komt, proberen openingen te creëren. En ik denk dat we dat redelijk goed gedaan hebben. Toch, ja. Jullie gaan met die 1-1 de rust in en dan 10 minuten na de rust valt die tweede treffer van Standaard. Op dat moment dacht ik even van... Hopelijk gaan de kopjes niet omlaag, maar het tegendeel bleek, jullie gingen nog harder vechten en tenslotte die verdiende gelijkmaker. Ja, inderdaad. Ik denk dat we daar ook wel als ploeg zeker sterker in geworden zijn. Want ik denk dat moest het de laatste weken hetzelfde zijn voorgekomen, dan misschien toch iets meer met die kopjes naar beneden gaan. Maar ik denk dat vandaag iedereen er nog in geloofde en ook omdat het spel misschien zo goed was. Niet overdrijven natuurlijk, maar omdat het spel toch redelijk goed was. Dat we toch er nog in geloofden en er zijn voor blijven gaan en dat is ook geresulteerd in een goal. Ja. Je bent ook bescheiden, want ik vond het een hele goede wedstrijd van Racing Genk. Oké, minpuntjes kun je altijd gaan zoeken. Ja. Maar het was een van de beste wedstrijden van de laatste maanden. Met jou erbij en met die beschrijvers erbij. Dat moet toch perspectieven openen? Ja, inderdaad. Ik denk dat het voor de jeugd heel goed is deze match. Omdat we toch allebei hebben kunnen laten zien dat we er klaar voor zijn. En ik denk, ja, het wordt nu een heel, heel druk schema. En ik hoop dat we hebben laten zien aan de trainer dat we er alweer klaar voor zijn. En het is nu aan de trainer om die keuzes te maken om te kijken wie volgende week speelt. Jij mag het niet zeggen, maar ik wel. Je hebt een indrukwekkende wedstrijd gespeeld. Dank u wel. Ik heb mijn best gedaan en meer kan ik niet doen. Hè. Goed, er blijven nog 7 wedstrijden te spelen. En ik neem aan dat jullie alles van wedstrijd tot wedstrijd gewoon gaan bekijken. Ja, inderdaad. Ik denk dat we nu gewoon moeten proberen onszelf, ons niveau blijven op te krikken en terug naar het oude Genk te gaan. En ik denk dat we daar tot nu toe goed aan het werken zijn. Jullie rol van scherprechter in de titelstrijd, die hebben jullie vandaag alle eer aan gedaan. Want Standaard zal misschien ontgoocheld zijn dat het maar 1 punt haalt hier. Anderzijds, Club Brugge en Anderlecht, ja, die zullen wel tevreden zijn. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we daar niet echt moeten mee bezig zijn. Ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken en proberen ons eigen voetbal te brengen. En dan zullen we wel zien wat we nog kunnen doen. Bedankt, Pieter.